Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 23 maart van Weerplaza. Vandaag hebben we overwegend veel bewolking. Er trekt een zwakke storing van noord naar zuid over het land. Vanochtend kan er in het noorden af en toe wat lichte regen vallen, maar het blijft vaker droog. De zon breekt in het zuiden, misschien even door. Vanmiddag is dat juist andersom, met het in het noorden wat opklaringen en in het zuiden soms wat nattigheid. Maar het blijft vaker droog vandaag. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 9 en de 14 graden. Vanavond mogelijk nog een spat regen in Limburg. Verder droog weer bij een temperatuur van 9 graden in het zuiden tot 5 in het noorden. Morgen wisselend bewolkt en steeds vaker de zon erbij. Het wordt 9 graden in Den Helder tot 12 in Limburg en er waait een matige westelijke wind. En daarmee is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Maandag en dinsdag wordt het nog frisser. Het wordt hooguit 8 tot 10 graden. Maandag vallen er geregeld buien en waait het stevig. Dinsdag en woensdag blijft het droog, maar is het vaak bewolkt. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.